Dames en heren, welkom. Laten we beginnen met deze nieuwe video. En dank wel voor het kijken naar de intro. Oh, Melk heeft geslopt. Ja, tuurlijk. Dit is een nieuwe show, dames en heren. Welkom even bij de video terug. Jullie herinneren waarschijnlijk nog allemaal wel de making of Worldcraft. Heeft niet lang geduurd. Maar, we zijn dus zeg maar nieuw begonnen. Onmiddellijk mooi gekocht. Bij, ik weet niet precies wat. Ja, gewoon gekocht, oké. Okay. Maar ik ben hier wel de koning. Ja? Hij is de owner, hij voelt zich stoer. Ja, en ja ik is, heb... En Max is het admin. Admin. Hoofd van administratie. Ik heb op het moment internetproblemen best wel. Ik heb een heel, ik heb 500 ping. Ik weet niet aan wat dat ligt. Joh, is het boven League of Legends, misschien ligt het aan. Maar Max ja, maar niet uit. Ja, Max is er ook, Max is type. Ja, dus het internet gaat goed op de server, dus dat is het voornaamste. Ja, bij mij heb je, dus, bij mij heb je één streepje. En Max heeft drie streepjes. Heeft volle streepjes. Ja, maar bij mij heb jij één streepje en Max. Ja, dat is altijd zegt het ding, Minecraft zegt het beste internet, maar ja. Laat staan. Dames en heren, wij zijn in een nieuwe server genaamd. Zullen we even inzoomen met Max voor het bordje uit. Assaultcraft. Assaultcraft telt een creative, info en regels, survival en minigames. Creative is klaar, survival is ook klaar. Het enige probleem, de portals. Maar dat gaan we fixen. Ja, misschien als jullie weten hoe jullie dat kunnen fixen, kijk hè. Ja, leuke. Wacht, ik zal het even demonstreren, hè. Dus wij werken kijk, als we bijvoorbeeld een portal willen maken. Multiverse portals en de server draait 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 en 1.7.5. En... Nu wordt ook wel gezorgd dat de 1.8 kan gaan. Maar dus, ik zet dat altijd maar zo hoog, want zo anders kunnen mensen dat toch niet zo hoog. Dus dan zet ik dat zo. Hoi. Zo. En dan. /MVP. Create. Oh, nu doe ik create. En dan true survival. Enter. En dan geeft hij dit in. Maar. Hoezo moet dat moeten? Kun je het toe niet weglaten? Nee, maar dat maakt niet zuiden. Oké, wacht, ja, nog even. Dus de foutmelding wordt getypt, hè. We zien hier ook de stad, maar... Oh, dit. Oké, dat krijgen we dus te staan. Ik weet echt niet hoe dat is. Misschien... Ja, multiverse is zo handig. Ja, dan moeten we, denk ik, als niemand weet hoe we dat kunnen fixen... Misschien ligt dat aan de versie of zo, ik weet het maar, niet. Maar we hebben op het punt... Ik kan dat eens proberen om de versie te veranderen, maar... Als iemand weet hoe je dat moet fixen... Nee, die plugin is ook niet geïnteresseerd, want Buildcraft... Als iemand weet... Hoe je dat moet fixen, please laat het achter in de reacties. Dat wil maar moest die niet werken, we hebben twee plugins klaarstaan om eventueel te vervangen. E-gates en fancy portals. Oké, dames en heren, we zijn er weer. Even korte tussenstapje voor niks. Maar op het moment, de creative is klaar, de survival is klaar en minigames rest. Maar minigames zijn ja, minigames zijn we nu in de lobby bezig. Aparte spawn. Maar we zijn eigenlijk een beetje te veel bezig. We zijn en de lobby aan het maken en we zijn ook... Gelijk bezig met... Thematisering in de hoofdspan. Die is eigenlijk zo goed klaar. Maar we zijn eigenlijk ook bezig met... Nee, bij de info en regels moet je het meer vinden. Ja, daar moet nog iets bij. Maar we zijn eigenlijk ook bezig met de minigame zelf wat te maken. En misschien MVTP. En dan weet ik eigenlijk niet meer hoe die map heet. Wat hè? Nou, de Skywars map. Die we klaar Ah, de Skywars. Wat hè? We hebben één Skywars map gewonnen. Eens even kijken hè. Arden Island. Ach, hoe schrijf je dat? Arden... Arden Island. Oké, Arden Island. Dat is een van de mappen die wij al klaar hebben. Ik zal eerlijk zijn, gedownload hebben. We hebben dus... Hoe de eerste tegen Max zeggen, zo van... Oh, kijk, oh ja, er zijn skeletons. Er zijn skeletons. Ja, want zet dat er snel even uit. Oh ja, wel, ik zal even de game goed doen. Voilà, skeleton valt van de wereld. Maar dit is dus de map Arden Island. We hebben nog 6 mappen klaarstaan. Vijf, want dit is eigenlijk al een van de mappen. En Jaron gaat hem instellen, denk ik. Want ik weet niet hoe het moet. Ja, ik zal dat wel... Oh ja, SV... Okay. Dus ja, dit is een van de mappen. Arden Islands. En je ziet het... Hoeveel personen zijn het? 1, 2... Wacht, ja, we moeten even een Skywars lobby maken. 5, 6, 7...
8. Dus echt even, misschien hierboven of zo, even dag nee, niet maken. hierboven, hè. Dat moet hier nergens in. Ja, nee, maar met bijvoorbeeld glas of zo. Heel hoog, hier glas. Een dat moet hier glas, niet in de dingen zijn, dat moet apart. Maar ze in wachten als meer mensen zijn. Ja, maar. Vult je een apart? Apart, hè, niet hier, want dan. Nee, niet hier. Oké, ik zal even. Apart. Ja, waar gaan we die dan maken? Gewoon in de hoofdspan. Ja, in de hoofdwereld. Kom even naar de span, Danielle. Oké, okay. Dan gaan we even snel. Dus daar komt dan zeg maar het keuzeraster, om het zo te noemen, komt daar. Ben ik juist een vlieg eigenlijk naar de juiste kant? Nee, ik moet naar de hoofd, naar de gewone plan. Daar, bij de creative natuurlijk. En dus we gaan dus met een portal van hier, kan je dan naar een plaatje verderop. Dan kom je in het keuzeregister van Skywars uit. Ja, is dat niet beter als we boven de map gewoon een glazen kamer maken? Waar ze in wachten. Anders moeten we hier weer gans een hockey gaan bouwen. En... Ja, moet je toch sowieso dat ze de map kunnen kiezen, ja. Ja, maar nee, hier komt toch gewoon zo een portal en daar komen zo allemaal signs, gelijk we een buildcraft hadden. Ja, zo'n wachtroom, ja. Nee, gewoon hier zo tegen de muur zo. Normaal is dat toch een portal, maar dan kom hier tegen de muur toch gewoon zo allemaal signs. Maar dan vertrekt hij toch rechtstreeks naar de map en als hij vol is... Nee, ja, dus... als die... Ja, ik weet het, maar... Dus als die daarop klikken... Als die vol is, dan kunnen gaan ze niet die... Dan... Nee, kijk, Jelle. Kijk, als ze daarop klikken, dan worden ze in dat glazen ding boven de map geteleporteerd totdat de map vol zit en dan gaan ze starten. Ah zo, nu snap ik het. Dus ja, oké, okay, ik dacht van hè. Oké, nu heb ik het door. Moeten we dan bij de... Oké, okay, dan moeten we terug naar MVTP Islands. Dan gaan we hier even, wat doen we? Up. 50? Zo. Oh, dan zie je de map, dan zie je de map. Dat is eigenlijk wel leuk. Dan zie je zo de... Ik weet het, dat is toch cool als ze zo aan het wachten zijn. Dan zien ze, oeh, dat is cool. Misschien iets lager, zou het zijn. Dus even kijken. Misschien is dat net iets te hoog. En ja, dan kun je ook met World Guard instellen dat ze bijvoorbeeld maar zo hoog kunnen bouwen en zo. Weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet, oh. Maar... Zou ik niet weten waarom het moet. Oei. Maar Alden Islands is een van de vele, van de 6 Kybers maps die erin komen. En de map, ja, kijk, ik bedoel van, ik demonstreer het. Je kan van je eiland naar zo'n tusseneilandje springen, maar dan zou ik het toch wel aanraden om, oh, als ik natuurlijk even de jump juist haal. Een bruggetje te bouwen eerst. Even kijken. Ja, je moet een bruggetje bouwen, want anders kom je niet. En wil je het safe spelen, dan bouw je hier ook een bruggetje. Ik zie hier 2 chesten staan, ik denk dat er ook maar 2 chesten, nee, dat zijn 3 chesten. Chests zijn overal een beetje hetzelfde gezet. De chests zijn overal hetzelfde. Boven 2 en 1. Oh, ik haal dat internet hier, hè. Dat is echt zo, gisteren ging alles goed en in één keer... Plup. Ik snap het echt niet waarom dat is. Maar, zelf heb ik nog nooit de Skywars dingen gemaakt. Hun games hebben we wel gemaakt, dat hebben jullie gezien in... Buildcraft, of ja, hier ja, kunnen we al selecteren. Ik had ze al gemaakt! Banaan. Appel. En een dak. Alles van glas. Dan kan je zeg maar heel de map mooi zien. Kijk. Ik kan hier toch een bol maken met World Edit. Maar een bol is niet echt dingen, want ja. Woesh. Een bol is niet echt. Oké, dus we gaan hier zetten. / SWZ. Oh nee, wacht. Ja, ik weet niet hoe het werkt met al die plugins en Intel. Ik bouw gewoon maps. Ja, ik weet het. En shit, want ik weet echt helemaal niet hoe het werkt. Waar is het shot, Max? Is dat al dicht? Dat is al dicht. Oké. Okay. Arden Iceland. Zo heet de map dus. En we hebben nog 5 mappen die erin komen. Server gaat binnenkort live open. Wordt gestreamd. Waarschijnlijk zal Jaren dat dan doen. Op mijn Twitch. Als je dat wil. Ja, op mijn Twitch denk ik ook. Ja, we kunnen zien. Dan kan ik dan misschien tegelijk streamen, nee hè? Nee jongen, doe dat niet. Doe dit gewoon op mijn Twitch ofzo. Maar het wordt gestreamd hoor. Wie zijn Twitch? Dat komt wel als je mijn of Jaren zijn, dat maakt niet uit. Maar het wordt gestreamd en dan gaan we de eerste bezoeker
Ja, we kunnen van twee punten streamen. Ja, we kunnen het, maar Max, het zal waarschijnlijk te laggy zijn. Nee, je kan het OBS kan je maar één streamkey ingeven. Dus je kan maar op één ding streamen. Dus dat kan toch niet? Dat kan toch Oké, niet? okay, hoe gaat deze heten? Beach, Nee, oké? ja, Argon Islands ook gewoon, Argon Islands, nee. Ja, met twee laptops. Nee, ja, dat is ook niet de bedoeling. Dat we met twee laptops gaan beginnen. Dan gewoon één, gewoon Argon Islands of zo. Voilà. Oké. Jullie Ik vragen dacht waarschijnlijk het. af van waar is jouw eigen naam nog toe? Want dit is nu voor Nick. Essentials wil niet echt, of Essentials. Group Group permissions, manager. group Die wou niet manager. echt werken daarnet. Waar ben Die je nu? wou. TPO Char. Ben even de lobby voor als de match gedaan is. Dat ze daar naartoe gaan. Dat is gewoon een minigames lobby, hè? Ja, Toch? terug gewoon naar de minigames. En dan kunnen ze daarvoor kiezen als ze verder gaan met Skywars. Of als ze een ander gamepje kiezen, want er komen meerdere games zoals Skywars. Hou je bek eens even. Skywars komt er. Hunger Games komt er. Er komt TNT Run, Bosblief, Paintball. En denk dat is. Nee, dan hebben we 6 minigames. Op wat zeg je? Er moet soms niet nog eens op. Hunger Games, Skywars, Paintball, Bosblief, TNT Run en... Ben ik er nog Zijn iets wel een vergeten? beetje veel, moet ik even Het zijn zeggen. er al Ik denk 5. dat we, ja, maar 5. We hebben ook niet zoveel gehad, hè. Nee, dat weet ik. We hebben niet veel Dus gehad. alleen als die populair worden, als misschien één iemand of twee mensen al veel hebben gekocht of zo, dat ik dan ga upgraden naar iets meer RAM, iets meer per maand. 3 minigames. Oké, Skywars Ja, komt in het begin erbij. 3 minigames. Hunger Games, Skywars Doe nog wat en is nog een Ghostbrief, denk ik. boosblieb of zo, ja. Moet ook een beetje met de RAM opletten. We hebben wel een server met eigen subdomein. Unlimited slot staat voorlopig op 30. En de stad, dat Ja. zien jullie ook, daar komt nog wat bij. Daar komt natuurlijk points en shit komt er, punten en shit komt erbij. En online blijft zo. Maar dat komt dan ook van bijvoorbeeld crew online, denk ik. En ook, ja, stads wordt natuurlijk anders. Dat gaan we aanpassen. Ik moet terug naar Jaron. En ik ben nu weer in Arnhem Iceland. En ja. Waar is Even. dit te doen? Waar is de glas weer? Dit is het DPS. laagste punt, denk ik, hè? SW set bounce. Daar zei jij. Oh. Zie je onder een mond zo van zit je dan? Wacht. Serse. Ik vind die man wel mooi gemaakt, maar buiten het water overal lekt. Maar ja. Midden heeft redelijk wat chesten, jongens. Dus het heeft redelijk veel Oké. chests in het midden. In de boom staan allemaal chesten. Een tip. Wat tip? De chesten misschien, dat er zoveel chesten zijn. Ah. Oké, speel Arden Islands voor genoeg chesten. Je bent heel snel bij het midden. Jongen, dit is toch sowieso haalbaar? Nee. Is het niet haalbaar? Ik denk het toch Ja, niet. ik denk het wel. Oh nee, toch niet. Dit is niet haalbaar, Max. Nee. Nee, daar moet je echt een blok voor zetten. Want dit is zeg maar echt zo van, je kan onmiddellijk je spullen, je kan onmiddellijk jumpen naar dat tusseilandje en dan moet je één blok hebben en dan, kijk, moet je één blok pakken, kijk, ik zet er even één blok en dan, hop, en je bent in het midden. En dan kan je hier, hupla, oh, chestjes pakken, goede stuff, maar stuff, ja, van hoe wordt dat verdeeld? Dus is hetzelfde gelijk, ik eens van die zwakke stuff wordt het gelijk cube krijgt, je hebt van Ja, die dat weet ik heel... dus nog niet. Dit weet ik dus niet, want ik heb deze Nog een plugin mapje. eigenlijk nog nooit gebruikt. Oké, dus we gaan het doen. We gaan de map klaarmaken. En misschien kunnen we hem dan wel even met z'n drietjes uittesten. We moeten ook sowieso de video niet lang maken. Dit is even een vervanging trouwens ook van No Limits, zal ik het vergeten zeggen. Ik, ja, er komt dus No Limits. We moeten even een weekje wachten voor deze video. Maar niet getreurd, volgende week gaan we verder. En dit is ook maar eens om de zoveel tijd. En natuurlijk kondigen wij ook op tijd aan wanneer de server officieel open gaat als het craft. Dan zeg je sorry voor de tweede knip, maar ja, onze broer kwam in één keer binnengestuurd. Lukt Ja. het trouwens, lukt het even met het instellen? Ja. Maar waar gaan ze ongeveer landen bij die eilanden? Kom eens even helpen. Moet je die Gaan ze glas hierop landen of gaan ze bijvoorbeeld just hier tussenin landen? tussenin of zo? Zo hier Maar zo, hè? ja, daar of zo best. Oh, Oké, die is wat? gezet. Onthoud even, Jelle, dat ik deze. Ze zijn Oh, wel laag, shit. hè? Je moet een pak hoger, ja, man.
Ik join hem ook. Oh, het regent. Oh, shop, achievement, classes. Oh! Dit is leuk. Max ja, die players. Classes. Ik denk dat ik die klasse ook kan instellen in de config misschien. Ja, het duurt het. Achievements. Teleporting to arena in 15. Oh. Coin boost. Shop. Yo, dit is cool. Hey, ik wist niet dat deze dingen. Nee, jongens, dit is vet. Oh shit, oh, ik heb pro class gekocht. Ik heb. Starting in 10. Yo! Oh shit, toggle downfall. Snel. De kist zijn leeg, Jaron. Oi, kut, moeten die nog handmatig vullen of wat? Nee, man. Oké, slash SW leave, mensen. Of wacht, ik ga eens proberen als gewoon slash leave ook kan. Ja, slash leave gaat ook. En dan komt er even mooi de stats te staan. Oké, iedereen even slash leave doen. Ik ben Max aan het pakken. Ik probeer Max nog te doden. Meet je, Max. Gewoon middagelijk ben je bezig. Yes! Jongen! Nice. Maar het vuurwerk ontploft in de spawn. Oké, dan moeten we dus... In de spawn van... Oh, ik ben later in de minigame spawn uitgekomen. Ik weet het. Nice. Dames en heren, wij gaan verder werken, Even slash MVTP en dan... MVTP. Die kistjes gaan vullen. Met de hand. Ja. Dude, dat lukt toch. Moeten we alles met de hand gaan vullen? Ja. Zo erg. Ja, maar nu kunnen wij... Nu gaan we niet laten zien wat voor kit en shit. En we gaan wel eerlijk spelen met de armor en gedoe. En we gaan ook een paar kisten... Of misschien kun je hier iets instellen. Dat je... je kunt het toch wel instellen, ja, gewoon. Dat kan toch niet. Maar dames en heren, dat gaan we even buiten de video uitzoeken. Ik bedank jullie alvast voor het kijken. En zondag is er natuurlijk nog een leuke aflevering van Volgens Tycoon 3. En ja, dan zie ik jullie gewoon volgende keer weer. En hou het kanaal in de gaten. Voor meer deze video's van AstroCraft. En ik hou jullie dus ook op de hoogte van wanneer de server open gaat. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Doei!